Goed personeel vinden is niet alleen een probleem voor Ruud Vlottes van een klimaatbeheersingsbedrijf uit de Lier, maar voor veel bedrijven in het Westland. Wie ik ook spreek van mijn collega's, zeggen allemaal het grootste probleem is de mensen. Niet de materialen, maar de mensen zijn het probleem. En dat is een beperking. En daar gaan we in de toekomst denk ik nog verder tegenaan lopen. Dus wat is het? Mensen krijgen en mensen houden. Dat wordt het belangrijkste voor ons. En daarom heeft hij een heel nieuw systeem bedacht. Het bedrijf gaat eventuele schulden van nieuwe werknemers overnemen. Zo kunnen die met een schone lei beginnen en bijvoorbeeld makkelijker een huis kopen in het Westland. En daarbij kan het soms om forse bedragen gaan. 18.000? Behoort tot de mogelijkheden. Echt waar? Echt waar. Maar waarom is dit nodig? We zijn heel veel op zoek naar mensen. We zijn nu een jaar bezig om te zoeken naar een werkvoorbereider calculator. Daar besteden we heel veel geld aan advertenties, aan headhunters, aan detacheringsbedrijven. En er komt eigenlijk nog niks naar ons zin uit. Daar moet dan natuurlijk wel wat tegenover staan. We willen daar best wel ver in gaan, maar dan verwachten we ook wat terug van de mensen. Dus dat ze natuurlijk ook langduriger blijven. Dus hoe langer je blijft, hoe meer ik betaal. Daar komt het eigenlijk op neer. En zo kunnen bedrijven en dat nieuwe personeel dat hier zo hard nodig is, elkaar helpen. Dus voor jonge, enthousiaste mensen zeggen we, nou, kom maar praten. Betalen wij je schuld, kunnen jullie een huis kopen, hebben je een goede baan. En wij het naar ons zin en jullie hebben het naar je zin. Tenminste, dat hopen we dan.